Goedemorgen, welkom bij de laatste Italië vlog. Iedereen slaapt nog, dus ik ga heel zachtjes zijn. Maar ik ga nu voor de laatste keer hardlopen in Italië. I'm back. 4 kilometers. 7 rondjes. Kilometer heen, kilometer terug. 4 kilometer. Dat is de laatste. Eigenlijk wel een beetje jammer. Het afscheid nemen begint nu al. Kijk, dit heb ik dus de afgelopen maand gedaan. In totaal heb ik 106 kilometer hard gelopen met een pace van 5.01. En vandaag 4.20. 15 rondjes in totaal. Ik ben trots op mezelf. Ik heb alle pasta en wijntjes en ijsjes denk ik wel er weer afgelopen. Niet dat dat natuurlijk noodzakelijk is dat je tijdens je vakantie super veel sport, zodat je lekker veel kunt eten en drinken. Maar ik vind hardlopen gewoon echt heel erg leuk om te doen. En ik krijg er super veel energie van. En dat het dan ook nog eens goed is voor mijn lichaam. Dat is dan mooi meegenomen. Ik denk niet dat je op je vakantie zelf moet pushen tot iets waar je geen zin in hebt. Dat moet je eigenlijk nooit in het leven doen. Maar nogmaals, ik vind het echt heel erg lekker om hard te lopen. Dus ik heb het wel gedaan. Weet je hoe zwaar het leven is als de zon schijnt? Het is heel warm. Maar gelukkig gaan we weer uit. En gelukkig is het de laatste dag, dus ik hoef niet meer te klagen over de warmte. Yay! En dat was de laatste duik in het zwembad van Italië 2016. We zijn inmiddels bijna helemaal ingepakt. Bijna. Rosemarijn is bezig met het vangen van een Pokémon. Of het haar lukt, weet ik niet. Maar ze snapt het niet. Geeft haar tips. Geeft het arme kind tips. Wat? Ze heeft er net één gevangen, maar ze weet niet waar die is of zo. Anyway, we gaan zo lekker uit eten. Roos en ik zijn er net achter dat we een beetje matchen. We hebben allebei dezelfde Tiffany's ketting om. We hebben allebei een zwart jurkje aan en onze rug is allebei bijzonder. Kunnen we mijn rug ook laten zien? Ja, hij is in beeld. Daarnaast hebben we allebei witte Stan Smiths aan. En onze blonde haren los. En we hebben allebei onze iPhone in de hand. Dat ik niet blond ben. Wie zegt dat je niet blond bent? Nee, ik kom er dus net zien. Nee, ik ben niet echt blond. Natuurlijk ben je wel blond. Ik ben net blond. We zouden nog steeds niet zeggen dat we zusjes zijn, denk ik. Nou, ik denk dat mensen het nu wel vermoeden dat we zusjes zijn. Omdat we wel echt heel erg hetzelfde gekleed zijn. Maar verder... zie je volgens mij niet echt dat je we... Je hebt volgens mij meer make-up op dan dat ik op heb. Dat ik wel zeker. Dus Marijn hoopt nog steeds Pokémons te vangen. Maar ik vraag me af of ze in Sartiano zitten. Nou, er is hier wel een gym, zoals je hier kan zien. Maar je kunt er pas naartoe als je een Pokémon gevangen hebt ofzo. Als je level 5 bent en ik ben natuurlijk level 1. En ouders zijn vandaag 38 jaar samen. En ze zijn elkaar nog steeds niet zat. Of nou ja. Wat is jullie secret voor zulke lange en mooie liefde? Italië. Nee, vertel eventjes. Geven en nemen. Geven en nemen. En jij, mam, wat zeg jij? Wil je een slokje Aperol Spritz voordat je antwoord gaat geven? Ja, maar hij heeft het al gezegd, geven en nemen. Dus dan is het een beetje... Rosemarijn kan niet zo goed mijn pasta handelen. Die ruikt namelijk naar truffel. Maar het smaakt zo lekker. Het is niet de enige die het vies vindt. Waarom zeggen jullie dat over mijn lekkere eten? Zo gemeen dit. De laatste blikjes aan het opruimen, dan gaan we zo weg. Het is 6:30 en 7:00 mogen we hier wegrijden. Dus we hebben nog een half uurtje om alles op te ruimen.
bij de autogrill. Ik ga weer een sporten van Wakenbroodje met Rijn geven om de video te krijgen. Nee. Mijn croissant is een beetje verbrand. Het is inmiddels 11:30. Ik heb mijn boek uitgelezen. Ik heb geslapen. En nu is het tijd voor eten. Plassen. En het is hier warm en ik weet niet waarom ik het vanmorgen een goed idee vond om eens met lange mouwen aan te trekken, want het is hier 35 graden. We got coffee. Godverdomme, dit is echt de meest vieze koffie. En broodjes. En volgens Roos is het de meest vieze koffie die ze ooit heeft gedronken. Ik vind dat het wel meevalt. Het is water. We zijn inmiddels in Zuid-Duitsland en het is hier zo mogelijk nog warmer dan in Italië. Het is mogelijk. Het is hier gewoon 36 graden en dat hebben we in Italië niet eens gezien. En het gaat straks onweren, dus het is extra warm. Maar we gaan even zwemmen, denk ik. Ze hebben hier een binnenzwembad, maar het staat open volgens mama. Dus we gaan zwemmen. Oh man, het is heet. Ik klaag wel erg veel, vind ik. Hoeveel Pokémon's heb je al gevangen, Roos? Nog steeds nul? Roos? Wanneer komen jouw vlogs online? Wanneer komen jouw vlogs online? Komen ze überhaupt online? Als Armeel ze niet edit, nee. Ik ga ook eten. Ik heb een Pokémon gevangen. Het is 11:00, we zijn ergens in Duitsland. En Roos en ik liggen alleen maar te slapen en is moe. Heel erg. Ja, zou je dat even kunnen herhalen? Zou je dat even kunnen herhalen? Ja, ik heb een Pokémon gevangen. Oh, oh, yay! Iedereen is blij. Je allereerste Pokémon. Kijk nou hoe blij ze is. Hier. Zet die gewoon hier op de grond. Ik zie een Eevee. Ik zie een Eevee. Die zien we nooit meer terug. Home is where the sushi is. De rozemarijn, de pindasaus. Roos is gewoon al 4 kilometer hard gelopen. Alles is fijn. Oké, we gingen niet klagen op deze film. Ja, nou. Ik heb iets positiefs van de 4 kilometer. Het was gelukkig maar 4 kilometer. Oké, doei pap. Dag caravan. Dag auto. Home sweet home. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar mijn vlogs vanuit Italië. Ik heb echt een super leuke tijd in Italië gehad. En ik hoop dat jullie mijn vlogs ook leuk vonden te zien. En volgende week maandag weer een nieuwe vlog. Maar dan gewoon weer vanuit Nederland. Yay. Bye. Ciao bella's. En bello's. Arrivederci.